Ook Groningen krijgt nu wijkwethouders. Veel gemeentes gingen Groningen voor, maar vanaf nu gaat de wijkwethouder dan ook aan de slag in de stad. Het stadsbestuur wil de initiatieven van burgers meer centraal stellen. Ze wil goed luisteren en samen met de wijkbewoners, ondernemers en instellingen initiatieven en activiteiten ontplooien. De stad is verdeeld in 5 stadsdelen die elk weer verdeeld zijn in wijken. Er komen 5 wijkwethouders. Nou, dat betekent dat naast de inhoudelijke portefeuille die we allemaal hebben, elke wethouder ook verantwoordelijk wordt, het gezicht wordt van het college in de wijken. Waarom kiest het college voor deze opzet? Nou, wat wij zien dat de burgers, de stadjers, mensen verwachten echt een andere overheid. Een overheid die meer naast mensen staat, een overheid die minder als bovenmeester optreedt, die samen gaat kijken wat speelt er in de wijk, hoe kunnen we die samenleving mooier maken, beter maken, socialer maken. Nou, dat betekent iets voor de ambtelijke organisatie, dat betekent dat ambtenaren anders moeten organiseren. En wij hebben gezegd als college dat kunnen we alleen maar op een goede manier doen, wanneer we als college ook het goede voorbeeld geven. Dus vandaar dat we naast onze inhoudelijke portefeuille ook het gezicht van het stadsbestuur worden in elke wijk. De wijkwethouders willen benaderbaar zijn. Wij zijn benaderbaar via ons e-mailadres. Je kunt natuurlijk altijd de wethouder een e-mail sturen met een vraag. Je kunt ook bellen. En daarnaast gaan wij ook naast die wethouder ook gebiedsteams organiseren. Dus dat zijn directe ambtelijke ondersteuning van die wethouders die ook, zoals stadscoördinatie nu ook al werkt, die ook zichtbaar zijn in de wijk, herkenbaar zijn in de wijk. Dus er zijn allerlei manieren voor wijkorganisaties, maar ook voor burgers om je wijkwethouder te benaderen. De wijkwethouders hebben ook een budget. Wij hebben in het coalitieakkoord al gezegd dat we structureel 5 miljoen voor de wijken, voor het wijkwethouderschap willen reserveren. Vanaf 2016 gaat ons ook dat lukken. 2015 nog niet, omdat je allerlei bestaande budgetten moet ombuigen. Maar daarom hebben we gezegd ruim 2 miljoen euro is in 2015 al beschikbaar voor het wijkwethouderschap. Dat betekent dat iedere wethouder een budget heeft waarmee hij samen met bewoners aan de slag kan. De wijkwethouders gaan meteen aan de slag om zo te komen tot maatwerk per wijk.